Hey, welkom terug bij video 60 van mijn Mega Blender training deel 2. Meer dingen animeren, delta keys, animeren op geluid, smooth playback en handige sneltoetsen. Blijf kijken! De tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle Blender doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting. Plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. Nou oké, okay, dat is over die dope sheet en de keyframes en de graph editor en zo. Ik moet je nog een paar dingen laten zien die je echt moet weten. Want hoe werk je in een heel gevuld bestand met een heleboel keyframes? Wat ik heb gedaan uh, in de tussentijd. Is dat ik een filmpje heb gemaakt van ongeveer, nou een heel kort filmpje, van 10 seconden. Waarin de astronaut op de komeet zit en die komeet die boingt, die bot tegen de UFO aan. En de UFO's die Die gaan er een beetje als een boze wespen vandoor. Ik heb hem een beetje laten meenemen in dit miniprojectje. Ik denk dat het me 2, 3 uur misschien nogal meer heeft gekost. Dus hé, uh, hey, hier het uiteindelijke resultaat met geluid. Oh. Nou ja, um, gerenderd in uh, cycles. Dus als ik hier op Rendered View zie, dan zie je ook zeg maar heel mooi uh, het licht. Van het vuur op de, de astronaut en zo. Ja, uh, Er valt nog heel veel uh, over te zeggen. En in de komende video's ga ik dit ook een beetje als voorbeeld gebruiken. Want bijvoorbeeld, hier heb je twee shots. Dit is uh, camera 1 en dan plonk. Dan schiet hij door naar camera 2. Dat kun je allemaal aangeven in de tijdlijn. Um, nou, uh, dat soort dingen. Nou, en wat ik je als eerste wil laten zien. is dat je dus niet alleen maar de draaiing en de schaal. en de positie van dingen kan animeren. Met nou, behulp van insert keyframe heb je locatie, rotatie en uh, schaal. Maar je kan ook andere dingen animeren. In Blender zitten natuurlijk ongelooflijk veel sliders in al die menus. Van weet ik het wat allemaal nog meer. Als er achter zo'n slider zo'n puntje staat, dan kun je die waarde dus animeren. Dan kun je dus een keyframe op die waarde gooien en die kan je dus veranderen in de tijd en op die manier dus uh, animeren. Dus als er zo'n puntje is, dan is het ook te animeren. En nou, heel vaak staat hij daar dus achter. Nou, stel je voor, ik ga hier eventjes, bijvoorbeeld als die UFO uh, wordt geraakt door de komeet, de kleur veranderen van rood naar groen. Dus uh, met pijltjestoets kan ik precies eventjes hier zo. Nou, hier wordt hij geraakt. Klik ik hier op het pijltje. Achter, nou oké, okay, waar zit ik dan? Oké, okay, okay. material tab van de properties panel. En hier vind je alle material slots. En hier een rood punt 002. Oké, okay, ik heb niet hele goede namen gegeven aan al mijn materialen. En hier vind je dus de instellingen voor dat rode materiaal. En hier dus die kleur. En als ik dan op het puntje klik erachter, dan krijg je... Hier een uh, soort, ja, het is nauwelijks te zien, een, een geelachtig oranje randje eromheen. En dat wil zeggen dat er een keyframe op zit. En dat zien we ook terug in de dope sheet. En hier zien we die keyframe terug. Hier staat rood 002, dus de naam van het materiaal. En dan de shader no tree. En dan hier dus uh, ja, al die keyframes hier. Wat dus de kleur rood moet voorstellen. En dan ga ik hier een paar frames verder. En dan uh, is het randje eromheen groen. Zo van, hé, hey, er is ergens een keyframe in de tijdlijn voor deze slider. Voor deze waarde, maar nu niet. En dan kan ik deze bijvoorbeeld een andere kleur geven. Maak ik die groen. En dan zie je dat er nog steeds geen nieuw keyframe is uh, ontstaan. Daarvoor moet ik weer eventjes op het bolletje klikken. Of het ruitje is het eigenlijk. En dan zie je dus twee keyframes. En dan hiervoor is die rood. En dan wordt die dus groen. Tadaa. En natuurlijk kan je die uh, keyframes ook nog wat uh, verder weg uh, trekken. Zodat hij wat langzamer van rood naar groen gaat. En Blender zal dan zelf alle kleuren, die overgang natuurlijk zelf bedenken oftewel de interpolatie. Nou, dat was een voorbeeldje van het uh, materiaal. Maar je kan bijvoorbeeld ook uh, shape keys animeren. Kijk, ga ik hier even naar de data. Properties, object data properties Hier zo. En dan ga ik hier even gauw uh, twee shape keys op zetten. Nou, dit is dus de basis. Dit is key 1. En dan doe ik eventjes tap. Uh, weet je wat? Nee, ik ga even iets in local view en dan tap takel. Ietsje meer uh, pakken. Ik kan hier nog wel een beetje. Nou, je snapt het idee. Um, ik verander gewoon een beetje de shape. Nou, met deze value slider heb ik nu dus. Uh, deze shape key gemaakt. En wat je dan kan doen hier, vind je dus ook zo'n puntje erachter. Dus deze value slider van de shape key is ook animerbaar. Nou, wat ik dan kan doen, even kijken, hier komt die, uh, uh, deze alien een beetje uit. En dan kan ik hier op het puntje klikken, zeker. Maar je kan ook de... Toets I gebruiken. Net zoals hier bij Insert Keyframe menu. Als ik met mijn muis over de waarde heen hoffer en dan op I klik, dan gaat hij hier dus een keyframe zetten. En dan zie je dus dat deze slider een gele kleur heeft gekregen. Ga ik een paar frames verder, zet ik hem op 1 en doe ik weer op I van mijn toetsenbord. En dan heeft hij weer een gele kleur gekregen. En dan zie je hier in het dope sheet ook terug dat die value key nu dus ook keyframes heeft gekregen. En dan zal hij dus deze uh, een beetje animeren kan ik hem weer op nul zetten zet ik hem weer op en druk ik weer op i en heb ik weer een keyframe gezet dus ik heb nu drie keyframes gezet nou wat je ziet als je met het pijltje naar boven gaat eh, neem het pijltje naar boven en naar beneden zie je dus dat je van keyframe naar keyframe kan uh, springen zo nou en hier is het dus uh, tussenin is het groen dan geef je dus aan net als net bij het materiaal dat er ergens op de tijdlijn deze value uh, het waarde dus een keyframe heeft en als je het moment dat hij bij de keyframe is, dan laat hij dat dus uh, geel zien. Oké. Okay. En op die manier kan je dus uh, keyframes meegeven. En zal hij dus een beetje bewegen? Nou, wat ook kan. Kijk, hij gaat nu van 0 naar 1 weer naar 0. Deze keyframe kan ik ook met CtrlC gaan kopiëren. Doe ik hem een stukje verder en met CtrlV weer plakken. Dus deze keyframe heb ik nu geplakt. En op die manier kan je dus heel makkelijk keyframes plakken. Dus gaat hij van 0 naar 1 en van 0 naar 1. Eén. Nou, als ik dat vaker wil doen, dan kan ik deze twee keyframes eventjes uh, pakken. En ctrl-c. Dan doe ik hier gewoon ctrl-c, ctrl-c, ctrl-c. En dan kan ik hier dus deze keyframes een beetje plakken. En geef je op die manier uh, een beetje beweging aan de alien. Met behulp van het animeren van de shape keys. Heb ik eigenlijk in het uiteindelijke resultaat helemaal niet gedaan. Had ik kunnen doen, maar ik bedenk me nu pas. <laughs> uh, ja, dat dus. Elke waarde, elke slider met zo'n puntje erachter is dus op die manier te animeren. Dan nog iets heel handigs wat ik eigenlijk in heel weinig YouTube-video's en online uh, terugzien, wat ik soort van zelf op ontdekt. Oeh, knappe ik. <laughs> maar het is echt super, super handig. Stel je voor, je hebt een hele vette animatie gemaakt met een heel veel keyframes. Maar je wil um, de positie van iets, of de schaal van iets, of de draaiing gewoon net een klein beetje aanpassen. Maar ja, als je dat doet, dan zit je natuurlijk ook uh, met de bestaande keyframes die er al zijn. Kijk, als ik deze bijvoorbeeld hierin zet. En dan uh, ga ik weer afspelen. En dan gaat hij daar niet heen. Dus ik wil, hem, ik wil hem daarheen. En dan gaat hij gelijk weer terug. Dat komt omdat hij natuurlijk. Ja, deze zit gewoon vast aan de keyframes die je hebt uh, gezet. En dan kan je wel weer nieuwe keyframes zetten voor. De locatie is natuurlijk hier. Uh, available. En dan uh, op zich gaat hij daar dan wel heen. Maar het is gewoon gedoe. Wat bestaat in Blender is zoiets als Delta Transform. Waar vind je dat? In het uh, object. Uh, hoe heet het eigenlijk? Wat voor naam is dit? Dit is Object Data Properties. En dit is de object. Object Properties. <laughs> vind je hier bij Transform. En hier vind je zeg maar de, ja, de geanimeerde locatie en rotatie. En daarom zijn die sliders ook groen. Waarom? Dat weet je nu. Want dat heb ik je net verteld. Maar hier vind je ook een andere drop-down. Er staat Delta Transform. En als ik op Delta Transform klik. En ik klap hem uit even een pijltje gehaald en zo. Dan zie je hier ook nog veel meer locatie, rotatie en uh, schaal en zo. Dus eigenlijk een uh, extra locatie, rotatie en schaal bovenop degene die je al hebt en dus ook al hebt geanimeerd. En dat is freaking handig. Want uh, bedenkt. Deze alien heeft dus allerlei, allerlei keyframes, heeft allerlei uh, beweging, maar je kan hem nog een andere extra locatie, rotatie en schaal meegeven, zonder dat dat gedoe heeft op je al bestaande uh, animatie. Dus je kan hier de locatie een beetje aanpassen, je kan hier de rotatie nog een beetje aanpassen. En wat ook kan hier, als je shift en dan in links klik en sleep doet en dan je houdt je muiswiel ingedrukt, dan kun je dus in één keer de <laughs> x, y, z-waarde van deze drie sliders tegelijkertijd. Uh, Aanpassen, dus uh, shift en dan links klikken en sleep naar beneden en shift loslaten. En dan kun je dus in één keer alle drie de sliders in één keer aanpassen in plaats van uh, per stuk. Dan krijg je wel een hele uitgerekte alien en is lelijk. Maar dat dus, dan heeft hij dus nog steeds dezelfde uh, animatie uh, wat je al hebt gemaakt, maar gewoon uh, met een iets andere. Delta transformatie, super handig. Nou, je ziet hier ook aan de pijltjes trouwens dat die delta transformatie ook weer te animeren is. Maar oh, als ik je één tip mee mag geven, animeer gewoon de locatie, rotatie en de schaal en zo. En gebruik alleen die delta transform als het echt niet anders kan. Als je de hele animatie al hebt gemaakt en iets gewoon een klein beetje, een tikje wil veranderen. En want als je ze allebei gaat animeren, man oh man oh man, dan weet je echt niet meer wat je nou precies aan het doen wordt. En wordt het één grote chaos. Oké, okay, stel, jij hebt niet een heel erg bijster lekkere laptop of uh, PC of zo. En als jij op, op spatie drukt, dan. Dan gaat het super langzaam. Echt frame voor frame voor frame. En je ziet er nauwelijks wat er gebeurt. En je raakt gefrustreerd. Als je bezig bent met animatie, is tijd en tempo best wel belangrijk. Want het moet wel allemaal een beetje kloppen. Maar als je het niet in real time kan zien, dan is het heel moeilijk om die animatie goed te kunnen kijken. En te beoordelen of het een beetje is zoals jij wilt dat het is. Nou hieronder bij de tijdlijn, weet je nog, die hebben we een beetje onderweg gestopt. Omdat hij die niet gebruikten. Maar alleen maar die uh, afspel. Controls hieronder. Maar als je de tijdlijn weer een klein beetje naar boven haalt. en doe ik dit ook even naar boven en deze ook naar boven. dan vind je hier bij de tijdlijn. Uh, hiernaast een drop-down en staat playback. En wat je dan kan doen, hier bij sync. die kun je dus uh, uitklappen. en heb je drie uh, opties. eens dus kijken of dat een beetje goed in beeld is. Uh, play every frame, um, frame drop of sync to. Audio. Nou, wat je kan doen is play every frame. En dat betekent dus dat hij elk frame gaat uh, laten zien. En uh, in mijn geval gaat het op zich uh, prima. En als je op play drukt, moet je zo maar even hier uh, kijken als ik dat doe. Dan zie je hier ook uh, FPS. Uh, hoeveel frames per seconde die laat zien. En als dat rood wordt, dan laat hij zien van hé, hey, ik wil het best afspelen, maar het lukt me niet. En als je op play, uh, playback hier doet, play every frame. En dan op frame dropping. Kijk. Langhaal kort, dan zal hij altijd uh, zorgen dat hij in het juiste tijd en tempo uh, afspeelt. Maar als hem dat niet lukt, dan gaat hij dus frame dropping doen. Dan gaat hij dus frames niet laten zien, zodat hij dat tempo van jouw animatie tenminste haalt. Nou, ik vind het als ik bezig ben met animeren helemaal niet erg dat ik uh, hoef ik niet per se elke frame te zien, als ik maar zorg, als ik maar weet dat. Wat ik zie als ik op spatie druk, ook het daadwerkelijke tempo is van mijn uiteindelijke filmpje. Dus lang kort, playback, sync, zet hem op, frame uh, dropping. En die we toch uh, hier zo uh, aan het prutsen zijn in de playback settings van de tijdlijn. Je vindt hier ook uh, audio en dan staat scrubbing. Play audio from sequence editor while scrubbing. Als ik hier op audio dit vinkje aanzet, dan kan je dus ook animeren met behulp... Van audio. Nou, hoe kun je nou audio toevoegen aan uh, Blender? Ik pak deze uh, graph editor. Die ga ik heel eventjes tijdelijk vervangen in een ander schermpje. En dat is de Video Sequencer. En als ik daarop klik, purp, dan krijg ik opeens een heel ander schermpje waar ik het nog nooit over gehad heb. Nou, uh, niet schrik hoor. Valt mee. Het is eigenlijk een soort van. Um, Tijdlijn wat je ook wel hebt in Video Editors. Hier, dit is gewoon de, de tijdlijn. En wat je dan kan doen, is dat je gewoon vanuit uh, Verkenner... heb je bijvoorbeeld uh, een geluidje of je hebt al je volledige audio al gemaakt. Ik heb hier bijvoorbeeld Master Hit Symbol. Die gooi ik, ik links, klik en sleep gewoon in Blender. En dan kun je hier, zie je hier gewoon een strip. Die kan je op verschillende kanalen zetten. Je kan hem gewoon op 1 zetten. En dan zet ik hem hier aan het begin op 0. En als ik dan op Play druk... Aha, dan hoor je dus ook het geluid. Ik doe deze weer terug naar de Graph Editor. Doe ik deze weer even een beetje naar beneden. En ik heb hier Remember... No, oh, Remember. Playback heb ik hier Audio Scrubbing aanstaan. Nu, zie je ook, op het moment dat ik dus de Playhead beweeg... kun je dus gaan Audio Scrubben. Doe ik de tijdlijn weer even heel naar beneden. Heb ik hier weer gewoon zoals het was. De dopsheet Sheet Graph Editor, 3D View en de Camera View. En hier kan je dus... heel erg precies. Kijk maar, nee, je hoort u zeg maar. Je kan op die manier dus uh, met behulp van geluid al je animatie gaan timen. Op die manier kun je dus geluid toevoegen. en Op die manier kun je, <laughs> op die manier kun je dus geluid gebruiken. Als basis voor je animatie. En dat is eigenlijk best heel handig. Want dan kun je. Misschien heb je al geluid. Misschien wil je iets maken op uh, de beat van de muziek of zo. Dan kun je dat dus heel erg. Goed, timen, omdat je dus al geluid in Blender kan gooien. Ik heb het voor deze animatie niet gedaan. Ik heb het gewoon gerenderd en daarna in uh, een video editor de geluidjes eronder gezet. Meer over geluid in deel 7 animatie afmaken. Dat wordt dan filmpje nummer de ene laatste, 72. Want ik heb een heel erg toffe tool waarmee je hele toffe geluidseffecten kan maken. Dus meer daarover in film nummer 72. Goed. Zo, er waren echt een hele hoop nieuwe dingen. Ik ga nog afsluiten met één dingetje en dat is gewoon wat handige sneltoets muiscombinaties om de keyframes en die grafieken van de graph editor een beetje handig in beeld te brengen. Want dat zijn er natuurlijk nog ontzettend veel. Hey, gewoon aan je scrollwiel draaien is uh, in- en uitzoomen bij de graph en bij de dope sheet. Als je dat combineert met die scrollwiel indrukken, dan kun je dus uh, op deze manier bewegen. En als je dat combineert met Ctrl en dan je scrollwiel indrukken en bewegen, kun je hier de, op deze manier dus in- en uh, uitzoomen. En als je bij de graph editor doet, als je je muis naar links uh, horizontaal beweegt, dan gaat die zo in- en uitzoomen en, Verticaal bewegen. Dan gaat hij dus zo in en uit zoomen. Maar gelukkig heb je ook zoiets als de home toets. En als je op home drukt, ik heb daar niet echt een plaatje van, Dan laat hij alles in één keer uh, zien. Zoveel hij dat kan. En hier heb je deze enorme piek. Van de, als die uh, aliens een uh, lichtgevende ogen opeens heel erg hoog gaan. Dus als je op home drukt, dan heb ik hier dus een uh, heel erg uh, hoge piek, zeg maar. Waardoor ik al deze de rest. Van deze keyframes uh, in de Graph Editor helemaal uh, niet meer zien. Nou, wat je kan doen, je kan hier met uh, even kijken. Linksklik en sleep. Kan je een box select doen zo. hoppakee. oké. En dan druk je op een nummerieke punt. En dan zal hij dus uh, naar die, ja, die dingen die je hebt geselecteerd netjes in beeld brengen. Dus een numpunt. brengt hij die dus die, die, alleen die dingetjes in beeld die jij hebt geselecteerd. Dat kan best heel handig zijn. En wat ook heel erg helpt, is gewoon. Uh, niet alles aanzetten. Hier bij die oogjes kan je, kan je dus bepaalde dingen aan uitzetten. Van bepaalde objecten. En met linksklik en sleep kun je ze ook in één keer rut allemaal aan uitzetten. En dat scheelt ook een heel veel clutter en mesh en zooi in je uh, Graph Editor en dope sheet. Dus nu heb ik bijvoorbeeld alleen deze rotatie aanstaan. Uh, selecteer ik die doe ik dan op home. En dan krijg ik ze goed in beeld. En dan kan je dus eventueel daar de interpolatie van aanpassen. Oké, okay, dat was een heleboel informatie. Check mijn blende want daar vind je alles in terug van deze video's. Of in ieder geval een heel groot gedeelte in ieder geval. Kun je op één bladzijde zien waar ik het in deze hele video over gehad heb. Misschien twee, drie bladzijden. Goed, door naar de volgende video. En die is een stuk korter, maar wel belangrijk. Namelijk, Voordat dat je bezig gaat met al die. Vette animatie maken met keyframes en zo inblenden. Moet je eerst nadenken over het plannen van je animatie. Het scheelt je echt een hele hoop gedoe later. doen. Ik zie je daar, maak iets.